De omstreden benoeming van Chivanand Ramlal tot commissaris van politie zal titulair bij presidentieel besluit geschieden. Dit om de functie van directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, te kunnen uitoefenen. Deze benoeming zal onder voorwaarden geschieden. Ramlal zal geen deel uitmaken van de formatie van het Korps Politie Suriname. Verder zal hij geen bezoldiging en emolumenten ontvangen, behorende bij de rang van commissaris van politie. De benoeming zal ingaan op de dag van zijn benoeming als directeur DNV. Ook zal de benoeming tot commissaris van politie vervallen wanneer Ramlal niet langer directeur is van het DNV. De Surinaamse Politiebond, SPB, heeft een constructief gesprek gehad met een vertegenwoordiger van de regering. De regering constateert dat de benoeming van Ramlal op een andere wijze zal worden gedaan, waarbij de inzichten van de regering en de bond zullen worden meegenomen. Het uitgangspunt is dat de benoemingsresolutie wordt heroverwogen en wordt ingetrokken. Beide partijen hebben onderkend dat het waarborgen van de nationale veiligheid prioriteit geniet en dat elke vorm van onrust moet worden voorkomen. Partijen hebben zich ingespannen dat elke vorm van inbreuk op de nationale veiligheid wordt afgewend en dat de rust kan worden bewaard. De SPB was bezorgd over het formele kader waarbinnen de benoeming van Ramlal is geschied. De bond is van oordeel dat de benoeming niet berust op een wettelijke, deugdelijke en feitelijke grondslag. Om die reden vindt de SPB dat de benoemingsresolutie geen stand kan houden en daarom moet worden ingetrokken.